ja toch. Hé, hey, wow, pak Haki, hoe is het? Nee. Kijk, hier zo dan? Nee bro, dat was een foutje toch. Ik ben zenuwachtig, jij bent hier hoor. Hij loopt het hele dag opnieuw op te nemen, hij stottert man. Nee, hij liegt. Ik maak een kleine foutje. Ja, luister, het was super gezellig. Sowieso, Lijp is ook in de building. Sowieso, je weet het. Ja toch? Jackpot. Het was wel gezellig, tot de laatste wedstrijd. Toen we bij elkaar waren, toch? Ja, maar hij is de bom, man. Sowieso, man. Hij is zelf, man. Ik kon nou mijn haar knipperen. Oh, wat ga je doen met mij? Bro, ik heb mijn koek, toch? De haan komt tot je altijd goed, bro. Je weet het zelf, toch? Maar jezelf niet, toch? Hey, wow. Oh, ik heb nu even een petje op, sowieso. Eerlijk, man, broer. Laat die maar kraken, bro. Ik ga je mijn liefde van iedere dag kraken. Maar geen beat aanzetten, toch? Oké, sowieso. Hey, ga je jackpot kopen? Hè? Ja, toch, sowieso. Wat is dat voor een vraag? Ja man, sowieso check. Ga je die Ajax shirtje halen? Tuurlijk man, ja? Zie je echt erop toch. Sowieso. Wie is dat? Wat ben je? Hè? Wat ben je? Je wil mij in die boobie zetten, zeg maar. Ik dacht dat ik hier niet door had. Oké. Wat houdt doe dan in? Is gewoon, ik kom gewoon lekker uit die... Oké, gooi nog een keer met dit. Doedaan! Oké, kijk eens met z'n allen. 3, 2, 1... Doedaan! Hey bro, sowieso. Ik ben een barkie, man. Ik ben een barkie, bro. Thanks, wat gezellig sowieso. Sowieso, man. Bro, luister, ik heb eventjes een... ik heb even een leuke actie bedacht, man. Voor die kijkers. Je hebt zoveel fans. Ja. En ik denk van, weet je wat, laat even wat leuks bedenken, zodat echte fans van jou kans kunnen maken op een leuk shirtje voor jou. Mm. Dus wat nou als we een leuk shirtje weg gaan geven als diegene raadt hoeveel goals je hebt gescoord? Doe dat! Ja, degene die raadt hoeveel goals hij heeft gescoord, dit jaar, ja, dit seizoen dus, tot de laatste wedstrijd, degene die het raadt, die wint een shirtje. Dus het enige wat je hoeft te doen is raad hoeveel goals Hakim Ziyech dit jaar gaat maken. Dus het seizoen is net begonnen, dus er komen nog superveel wedstrijden. Eredivisie en Europa League natuurlijk. Ik zou zeggen, laat me weten. Reacties graag hieronder. In de beschrijving zie je natuurlijk de overige informatie. Tot wanneer de actie geldig is. Want ja, we gaan niet over een paar maanden stoppen met die actie. Die actie is gewoon hoogstens 2 weken geldig. En eind van het seizoen kies ik natuurlijk een winnaar uit. En ik maak het nog makkelijker. Degene die dichtbij zit, die maakt alsnog kans. Of als je het helemaal goed hebt. Heb je het helemaal goed gedaan. Dankjewel nogmaals voor het kijken. En doei!